Ja, Patrick, lijkt me niet makkelijk om in te vallen in deze wedstrijd. Ja, klopt. Is een wedstrijd waarin Ajax natuurlijk hoog tempo speelt. En dan om daarin te komen is best moeilijk. Ik denk toen ik inviel stond het 3-0. Of nee, 2-0 denk ik. Ik weet niet, één van de twee. Maar ja, dan is het natuurlijk moeilijk al helemaal tegen Ajax. Als je dan al 2-0 achter staat om dan als aanvallen nog iets te forceren. Ja, want wat zegt dit? Want FC Utrecht is toch de nummer 4 van Nederland. En jullie worden echt helemaal weggespeeld door Ajax vanmiddag. Ja. Wat het zegt, ik denk gewoon dat Ajax gewoon ook heel veel kwaliteit heeft. Ook als je van de week ziet, ze spelen tegen Chelsea, een heel goed team. Staan ze ook 1-4 voor en dan weten allemaal wat gebeurt ze uiteindelijk. Maar natuurlijk we moeten het gewoon ook bij onszelf zoeken. En ik denk dat we zelf ook fouten hebben gemaakt. En we moeten gewoon van de week kijken hoe of wat beter moet richting volgende wedstrijden. Ja, ik kan me voorstellen dat je als spelersgroep in een rustig gevoel hebt van ik zou willen dat deze wedstrijd zo snel mogelijk voorbij is. Of zeiden jullie nog tegen elkaar van jullie hebben ook afgelopen week gezien hoe Ajax soms dan toch nog te pakken is in zo'n tweede helft. Ja, ik denk die wedstrijd was sowieso een ander verhaal natuurlijk. Ik bedoel, toen kreeg Ajax 2 rode kaarten. Ja, is lastig als je bij rust 0-3 achter staat. Ja, ik bedoel, hun zijn gewoon, hun hebben veel de bal en dan is het moeilijk om... is anders dan tegen een team waar je weet van je hebt veel de bal om dan nog terug te komen. Dus ja, het is een moeilijk verhaal, maar weet je, het is wat het is. En dan moet je gewoon in de rust elkaar aankijken en gewoon zoals nu proberen nog het beste ervan te maken. Kijk even naar je statistieken van vorig jaar. Toen speelde je bij VVV op huurbasis. 6 doelpunten, 6 assists. Had je verwacht dat je dit jaar wat meer krediet zou hebben? Dat je wat meer speeltijd zou krijgen? Niet krediet. Ik wist van... vorig jaar was voor mij zelf was een goed jaar. Ik denk gewoon veel gespeeld, veel minuten kunnen maken. Ook lekker gespeeld bij Vlagen. Maar ja, je komt nu toch gewoon bij een subtopteam is anders dan VVV Venlo. Dus dan weet je gewoon van, je moet jezelf bewijzen. Dus niet dat ik de vlammen van het dak heb gespeeld bij Ajax of zo. Dus... Ik had wel gehoopt op meer speeltijd, het is niet of zo dat ik heb van dat ik dat bij de staf zoek of zo. Nee, het is wat het is en ik moet gewoon zelf het beste van maken. Ja, je bent nu 23, komend seizoen of komende zomer loopt je contract af, dan hebben ze nog een optie voor 1 jaar. Heb je nog wel genoeg geduld, zeg maar? Tuurlijk heb ik geduld. Bijvoorbeeld de laatste week heb ik weinig gespeeld. Vandaag mocht ik al best vroeg invallen. Dus dat is wel aan de ene kant voor mij ook alweer lekker dat ik gewoon vandaag weer gewoon toch wat minuten heb kunnen maken. Ik moet gewoon kijken. Ik heb nu zoiets van, ik ben nu gewoon hier en gewoon kijken straks in de winter ook of tegen de zomer. Gewoon, dan gaan we gewoon kijken wat het beste is voor mij. Is de conclusie na vandaag en eigenlijk na 13 speelronden in de Eredivisie dat Ajax echt een klasse apart is en dat er geen club is die dit Ajax kan beteugelen? Ik denk, tot nu toe is het gebleken dat als Ajax gewoon een hoogste niveau haalt, dat het gewoon heel moeilijk is om daar tegenstand tegen te bieden voor andere Eredivisie clubs. Ajax heeft Ajax tegen PSV al gespeeld? Oké. Hoeveel was dat geworden ook weer? Was gelijk, toch? 1-1, oké. Dus als Ajax in ieder geval tot nu toe gewoon hun niveau haalt, dan blijkt het dat het gewoon, dus ik kan je wel een soort van zeggen dat ze tot nu toe klasse apart toch wel zijn in de Eredivisie. Ja, je haalt PSV even aan, dat moet dan de uitdager zijn, maar jullie verliezen hier met 4-0 van Ajax. Kan me de wedstrijd tegen jullie tegen PSV ook nog herinneren. Ja, klopt. Dus dan tot nu toe blijkt gewoon dat Ajax gewoon de echte beste is. Maar ja, op zich ook als je kijkt, we hebben allemaal vorig jaar Ajax in de Champions League gezien. En ook dit seizoen, blijkt dat ze mee kunnen met de top van de wereld. Tot slot, denk je dat de supporters van FC Utrecht deze nederlaag een beetje kunnen accepteren? Geen idee. Dat is voor elke supporter weer een vraag op zich. Ja, het lag niet aan de inzet vandaag, bedoel ik. Het lag echt aan het klassenverschil. Ja, laat ik zo zeggen, iedereen moet dat bij zichzelf nagaan. Maar in ieder geval, voor mezelf weet ik dat ik gewoon alles heb gegeven. En ook als ik gewoon kijk naar jongens om me heen, heb ik het gevoel dat de jongens dat ook hebben gedaan.